Kijk naar alweer het nieuwe Johnny Les video. Ik weet echt niet meer welke dit is. Ik denk iets van de vijfde of zo. En vandaag gaan we iets super stoms doen. Ja, precies. We gaan iets super stoms doen. Wij gaan namelijk Deadlock spelen. Oh nee, dat is van net voor Dominator. Ja, dit! Ik vind dit brave stukje, het eerste brave stukje, zo vreselijk stom. Maar alsnog, ik dacht in mezelf, Jesse haalt gewoon een keer, je bent echt zo lui. Ja. Dus, ik ga vandaag de hele tijd focussen op de Deadlock en ik hoop dat ik het haal. Ik denk zelf van niet. Want ik zag de vorige video en ik zag dat die echt heel lang duurde, namelijk gewoon 24 minuten of zo. Ja, dus waarschijnlijk als je die video hebt gekeken, dan heb je misschien nog niet eens de helft gekeken, omdat het echt veel te lang duurde. Daarom ga ik dit keer veel beter op de tijd letten. Dus ik ga helemaal niet Land Dialog spelen of zo. Dus ik denk niet dat ik het in die tijd ga halen. Dus, maar ik denk dat ik later nog ooit een keer een video van Dialog ga maken. Ik ga beginnen. Nou, het begin, dat is gewoon makkelijk. Totdat je bij dat stomme weefstukje aankomt. Hang je het weefstukje? Nou, dan is het makkelijk. Dus het draait allemaal om dat stomme weefstukje dat ik een keer moet leren. Dit stomme weefstukje. Wow, ga ik het nu gewoon in één keer halen? Wauw, ik heb het gewoon gehaald in één keer. En de sleutel. Hopstukken. Wauw, ik haal deze beurt. Dan zie je gewoon niet eens je... Dan zie je gewoon niet je eigen... balpoppetje. Dat is heel stom. Maar ik ga... Gewoon in één attempt kom ik ver. Wat is dit? Ik ben een heel raar kind. Huh? Wauw, ik kom gewoon in 31 ver. En ook nog eens een secret coin. Wauw, ik kom gewoon in één keer ver. Meen je dit? Dit is zo grappig. Ah, dit is te kater. Wauw, ik heb nu gewoon tot nu toe mijn record verbroken, hè? Nee, wauw. En wacht, hier is dus in mijn record. Ja. Ik heb gewoon met 1% mijn record verbroken in één attempt. Oh, wauw. Ik gewoon voor naar vorige video heet het zeggen dat het stomme weefstukje veel te moeilijk voor me is. Ik maak een video van Deadlock. Ik speel het één keer. En ik verbreek mijn record. Maar ik kan het blijkbaar dus nu. Maar die weefstukje waar ik nu zit. Ja, oké, dat kan ik op zich wel. Maar dan moet ik echt gewoon leren. Daarna is een heel stom stukje. Die kan ik op zich ook. Nou, eens kijken of dat het gewoon beginnersgeluk was. Kijk hoe ver ik kom in breakfast, denk ik. Ja, dat, kijk, dat was gewoon beginnersgeluk. Nu heb ik weer de hele tijd dat Troubles niet. Waarom begon ik ineens? En nog te praten. Ik wil even één Engels woordje zeggen, maar ik begon net een heel. Maar net een heel Engels verhaal vertellen. Nou, oké. Kijk, ik haal het gewoon in één keer. Ik haalde gewoon in één keer dat het stom is. En nu heb ik het tot nu toe al. Ja, 19 attempts al gedaan. Maar dat komt ook vanwege dat stomme startstukje. En gewoon de weefstel. Maar ik haal het gewoon in één keer. Nu heb ik het gewoon in practice zelfs. Gewoon al zoveel attempts. Wauw, meen je dit? Dit is echt heel gek. Hoe moet ik dit niet halen? Hoe makkelijk is dit niet? Ik ga gewoon doen. Oké, de vliegstukjes. Maar ik pak het zitten. De vliegstukje is echt gemakkelijk. Kijk, nu ineens heb ik wel mijn bal. Poppetje. Nou, oké, dan is het nu heel makkelijk. Alleen dit balstukje, het is niet echt per se moeilijk, maar het is wel echt irritant. Je moet echt goed timen om goed in de poort te belanden. Dat is een beetje lastig. Maar dit stukje, dan bijvoorbeeld, ik vind het echt zo makkelijk. Hoe kan je dit een demon noemen, dit stukje? Dat ik gewoon
in één keer gewoon dat I love this part. Ik bedoel, I like this part. Gewoon heb gehaald. Ik bedoel, ik heb er ook heel vaak probleempjes mee. Weet je, ik ga gewoon hem proberen. Nou, oké, wacht, dan moet ik naar boven hier zo. Nee, daar nog niet naar boven. Oké, okay, en dan heb ik hier zo de secret coin. Oké, ik weet niet van hoe ik die secret coin moet pakken. Ja, hier naar boven. Nee, nog niet. Hier naar boven. Kijk, dit bedoel ik dus van die stomme checkpoints. Weet je, ik ga gewoon nu zelf de checkpoints plaatsen. Oké, dat was dom. Kijk, dit moet ik dus oefenen. Wacht, hier moet ik eerst geen checkpoints meer zetten, omdat ik hem moet oefenen. Dan. Nee, wat doe ik? Wauw. Oké. Nou. Waarom klikte ik erop? Ik wou op een. Uitzetten dat hij automatisch checkpoints plaatst. Wat doe ik? Ik ga in practice mode. Wauw. Hoe kom ik erbij? Ik hoop dat ik eens kijken of dat ik meer dan 50 attempts geluk heb. Nee, kijk. Dit wordt zo lastig. Dit wordt zo lastig. Kijk. Dit is zo vreselijk. Kan je toch niet menen? Dit is echt gewoon. Het is niet lastig. Het is niet moeilijk. Maar wat doe ik? Wat is er zo moeilijk aan deze wave, Jesse? Kijk! Het is gewoon een paar keer achter elkaar klikken. En ik ga gewoon de hele tijd dood. Vind je het een gek spel? Heel gek. Oké, ik doe het tenminste beter dan andere keren. Ja, oké, een paar dagen geleden of zo, toen kwam ik hier, nou kwam ik iedere attempt wel ver. Oh, yeah! Eindelijk ver. Eigenlijk is het helemaal niet ver, maar ik bedoel ermee dat ik het eerste keer wou. Wow, oh, ik dacht even dat ik daar dood ging, dan werd ik zo woedend. Eindelijk gehaald ga ik daar dood. En dan dit stomme stukje. Wow, dan ging ik bijna dood. Kijk, dat is gewoon zo. Ik had het in de vorige video ook over. Dat je bij sommige van die demons goed laat op die oor moet klikken als je niet wil doodgaan. Dat is precies wat daar zit. Als je vroeg klikt, dan ga je dood. Als je niet goed in de teleport. Poorten valt. En ja, ga je dood. Weet je, oké, laatste 5 attempts. Dan kap de video. Dan is het tenminste niet zo'n meegelande video. Oké, vanaf nu 5 attempts, want dan komen we uit op een mooi getal. Mooi getal is nog altijd het beste. Oké, dat heb ik gewoon. Je moet gewoon stil zijn bij die wave stukje. Oké, ik pak de sleutel niet. Dat is stom. Het uverstukje is zo stom, hè? Kijk, ik zeg nu de hele tijd, ja, dat stukje stom. Oké, dat stukje stom. Ik zeg dat de hele tijd. Of zo, ik vind het gewoon heel duidelijk stom. En dat klopt ook wel. Oh, nee, dit stukje is leuk. Het is makkelijk. Makkelijke dingen worden altijd geaccepteerd door mij. Oké, dit stukje stom. Ja, ik wist het. Ik wist dat ik daar dood zou gaan. Oh nee, nog 3 attempts. Oké, ik moet deze 3 attempts gewoon ver komen. Ik moet het gewoon. Het is een plicht. Oké, stil zijn. Volgens mij lag het niet aan het stilstaan. Volgens mij was het echt gewoon een goed geluk. Ik moet gewoon dus de hele tijd opnieuw
nou, op nieuwe dingetjes komen. Want het werkt. Vanaf nu hou ik mijn linkerhand omhoog. Kijk of het werkt. Nee. Oké, okay, laatste tap. Laatste tap. Kom op. Je moet het halen. Nu of gewoon een andere keer. Je moet het. Kom op. Ja, nou, dat was het dan. Helaas. Doei, door 14e. 10e. Maar ik ga ooit gewoon een keer verder naar op deadlock. Dit is gewoon alleen maar omdat de video anders land duurt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik vond het wel leuk om, nou, om de video te maken, zei ik de vorige keer ook al, maar het is gewoon leuk om Donkey's video's op te nemen. Het is gewoon zo, dat is een feit. En ja, doei!